een nieuwe video. Vandaag heb ik een soort van mini DIY voor jullie. En wat je daar eigenlijk voor nodig hebt, zijn alleen maar een spijkerjack of een kledingstuk. Naar keuze wat je leuk vindt. Ik heb voor mijn spijkerjack gekozen. Deze komt van de Pull & Bear. Het is een lange, een beetje boyfriend model. Vind ik heel erg leuk, ben ik heel erg fan van. Ik draag hem ook echt super vaak. Ik geloof dat hij iets van 40 euro was. Ik heb hem al een tijdje hoor, moet ik zeggen. Dus ik weet niet of hij er nu nog is. Maar deze ga ik ervoor gebruiken. En wat je nog meer nodig hebt, zijn van deze strijkemblemen. En deze heb ik gekocht bij de Xenos. Die hebben nu tegenwoordig van die strijkemblemen. En hele leuke, moet ik zeggen. Ik heb deze. Deze. Een kers, een ananas en deze nog. Deze waren allemaal 1,50 per stuk. Of je er nou zeg maar 3 nam in de verpakking of 1. Zo eentje, dat maakt niet uit. Ze waren allemaal 1,50 per stuk. Dus helemaal niet duur. En dan kan je gewoon heel erg leuk je spijkerjack een beetje stoerder mee maken. Vind ik zelf. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik ga laten zien hoe het werkt. Het zal niet al te moeilijk moeten zijn, hoop ik. Dus ik zou zeggen, laten we snel gaan beginnen. Mocht je wat horen op de achtergrond, het is vandaag echt enorm aan het stormen. Het regent, het giet. Dus mocht je er wat van horen, het waait ook heel erg hard. Sorry, ik kan er niet veel aan veranderen. Ik heb helaas geen controle over het weer. Want dan zou het nu 30 graden zijn met een zonnetje. Dat je dat even weet. Oké, wat ik als eerste wil doen is eventjes kijken wat de leukste kleurencombinatie is. Of de leukste combinatie is van stickers, van deze of embleem. Want dit is natuurlijk weer een hele andere stijl als dit bijvoorbeeld. Maar ik denk dat ik toch voor die ga. Ik vind het toch net even wat stoerder. Je kan ze dan aan de achterkant gewoon afhalen. En aan de achterkant zit opgedroogd lijm. Kijk. En dit is wat straks warm wordt en dus gaat smelten met een strijkijzer. En dan blijft hij er zo plakken. Je kan hem ook gewoon wassen op 30 graden daarna. Dus daar is niks aan de hand. Je kan het met de hand wassen en met de wasmachine. Dus dat is allemaal niet zo'n probleem. Ja, wat je dan eigenlijk gaat doen is kijken wat je het leukst vindt. Dus ik ga even een beetje aan de slag. Kijken wat ik het leukst vind hier op de achterkant. Ik wil er misschien, want deze is op zich ook heel erg leuk om op je schouder te doen. Maar dan eigenlijk aan allebei de kanten heen. Dus ik moet heel even kijken. En aan de voorkant. Hier aan de voorkant is het natuurlijk ook leuk om zoiets te doen. Dus het is voor jezelf een beetje puzzelen wat je het leukst vindt om te doen. Nou, ik ben er nog niet helemaal uit. Het is toch lastiger dan je denkt, want ja, je gaat toch een jas pimpen, om maar even zo te zeggen. En terugdraaien is een stukje lastiger. Maar ik vind deze sowieso heel erg leuk daar. Dus die ga ik daar sowieso doen. Je strijkijzer mag trouwens niet heter zijn dan 200 graden. Nou kan ik dat bij mij niet zien. Ik doe maar even wat. Nou, het enige wat je hoeft te doen is heel de tijd gewoon met je strijkijzer eroverheen gaan. Totdat hij vast zit. Die van mij is wel warm. Nog niet super warm. Maar oké, we gaan het gewoon proberen. Ik durf ook niet heel hard te bewegen, omdat ik bang ben dat het strijkembleem dan gaat verschuiven. Dus ik druk hem er maar gewoon op en beweeg niet te veel. Ik heb het idee dat hij nu wel een beetje op zijn plek zit, dus nu kan ik iets meer gaan bewegen. Oeh, heet. Auw. Kijk uit, want het wordt heet. Dus ben je nog iets jonger, vraag vooral of je ouders je eventjes ermee wil helpen, of je broer of je zus. In ieder geval niet zelf met een hete ding aan de slag gaan. Nou, volgens mij zit deze goed vast. Ja. Nou, dat ging heel makkelijk, jongens. Dat was echt super simpel. Dan ga ik toch eerst even verder met de voorkant. Wat mij heel erg leuk leek, was om hier boven de zak, zeg maar. Want hier is natuurlijk het zakje aan de voorkant. Om daar wat te doen. En ik zat eigenlijk te denken aan die. Dat vond ik wel heel erg stoer staan. Je kan natuurlijk ook op de zak, want kijk, er zit precies genoeg ruimte. Ik heb zoveel keuzes dat ik het zelf niet meer weet. Ik denk dat ik het erboven leuker vind, dus ik ga hem erboven doen. Zoiets ongeveer. Ja. Het zal vast wel goed zijn zo. Dan leg ik hem er weer op.
Even goed aanduwen. Zo. Nou, die zit volgens mij ook. Je ziet er ook niks doorheen, hè. Kijk, het is gewoon niet dat de lijm er doordrukt of wat dan ook. Oh, hij zit nog niet helemaal lekker vast, zie ik hier. Dus ik ga het nog eventjes goed bij de puntjes doen. En mocht je nou merken dat het niet goed genoeg smelt of dat het niet goed genoeg vast zit, dan moet je gewoon je strijkijzer even ietsje warmer zetten. Of er gewoon nog even iets langer overheen gaan. Het is maar wat je zelf fijner vindt. Zolang je maar niet te heet zet, want dan gaat het mis. Tot nu toe vind ik hem echt al heel leuk. Ik vind vooral dat ding op de voorkant helemaal leuk. Daar ben ik blij mee dat ik dat gedaan heb. Maar ja, we hebben natuurlijk nog een hele jas. Nou wil ik niet die hele jas vol plakken. Mijn strijkplank is zo oud, hè. Ik gebruik hem nooit en dat ding valt bijna uit elkaar, man. Wat je natuurlijk ook kan doen is hem tussendoor even passen. Dat heb ik zojuist ook gedaan. Zodat je even kan kijken van hoe ziet het eruit? Waar zitten precies de emblemen? Nou, ik ga toch dat oog aan deze kant doen. Ik vind het toch wel leuk om de voorkant nog eentje erbij te doen. Oh, kijk uit dat je geen lijnen in je jasje strijkt. Dat ben ik eigenlijk ook aan het doen nu. Dat is niet heel handig. Nou, die zit. Eens even kijken. Ga ik het doen of ga ik het niet doen, jongens? Wat zeggen jullie? Ja, kan je niet veel van zeggen, hè? Maar ik vind het toch te kaal, hoor. Maar goed, ik heb die andere natuurlijk nu op de voorkant gebruikt. Dat oog. Is dit leuk? Oh, wacht, die zit natuurlijk al vast. Ja, ik ga het denk ik toch maar doen, want ik vind het anders toch wel kaal. Nou jongens, dit was hem weer, de DIY. Je kan natuurlijk met deze emblemen oppimpen wat je zelf leuk vindt, hè. Spijkerbroeken, spijkerjasjes, maar het kan ook gewoon op ander soort stof en materiaal. Dus je kan het letterlijk voor alles gebruiken. Ik heb er ook gewoon nog een aantal over. Ik heb niet alles gebruikt, want ik denk, ja, dat wordt een beetje te heftig. Voor mij persoonlijk dan. Jij kan het misschien wel leuk vinden. Dan moet je het zeker doen. Ik ga gewoon kijken wat ik nog meer kan pimpen binnenkort. Maar in ieder geval ben ik hier al heel erg blij mee. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik dit gedaan heb. Als je het leuk vond, doe dan zeker even een duimpje omhoog. En ja, laat hieronder in de reacties achter wat je ervan vond. En of je het zelf al eens gedaan hebt met strijkemblemen. En of je het gaat doen. Laat het me allemaal weten. Ik lees het graag terug. En vergeet niet eventjes te abonneren. En dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende video. Doei doei! Jongens, even een side note. Ik wilde jullie toch nog even laten zien wat er gebeurt als je het echt te heet zet. Ik dacht namelijk, nou, ik doe ze nog eventjes, huppa, één keer even goed aandrukken met een hete... Dit is wat er dus gebeurt. Dus ik heb nu gelijk mijn eigen jasje alweer vernacheld. Dus nogmaals, let er echt heel goed op, want anders verpest je echt je jasje. En dat heb ik dus nu ook gedaan. Dus leer van mij... En doe het op de goede manier. Doei!